opeens een heel andere hond. Of zo in mijn geval een heel ander mens geworden. Vliegtuigen, deze twee vliegtuigen zijn tweedekkervliegtuigen. Hebben twee vleugels. Ik vind twee vleugels altijd veel beter dan één. Ja, probeer jij maar eens op één been te lopen. Kan. Ja, en wat is beter? Met twee. Twee benen, twee beter. Daarom, vliegtuigen één vleugel, vliegtuigen twee vleugels is gewoon veel beter, vind ik. Volgens, zeker. En die toestellen die toen gebouwd werden, er zijn er 10.500 van gemaakt. En als die vliegtuigen er niet waren geweest, dan had het misschien wel, die piloten waren niet opgeleid, en hadden hier niet kunnen vliegen om onze vrijheid te bevechten waar we vandaag de dag nu van genieten. En die vliegtuigen die die piloten hebben opgeleid in de Tweede Wereldoorlog, die zijn er nog steeds. Er vliegen nog honderden van in de wereld. En twee stuks daarvan, meer dan 75 jaar later, twee stuks daarvan, die staan hier voor u en mij te pronken vandaag. Jongens en meisjes, dames en heren, ik presenteer u de Boeing Stearman tweedekkers. Het is vliegende historie. Over pannenkoek. Ja, dus die vliegtuigen hebben mij geleerd om mij, dat noemen ze dan motoriek, om het vliegtuig te kunnen besturen. Dat vind ik leuk. Want ik moest dan erin zitten en met mijn ogen en oren opletten, luisteren, zien, horen, ruiken, proeven. En dan met mijn spieren en mijn handen moest ik dat bewegen. En dat vond ik gewoon leuk, heel leuk om te leren. Of een vliegwiel werd opgedraaid. Dat duurde een minuut. Tot hij op toeren was, dan trokken ze aan de hendel en dan werd tol, die werd aan die motor gedraaid. En als je dat goed deed, dan ging het als volgt. En zo werd het.
doe dat. Ja, ik heb ook een doel. Je hebt er bijna een filmpje, ja? Ja, ja, ja. Maar... Ik heb het ook wel een beetje bij de stuur. Je vlag voor, denk ik.